Vandaag ga ik een Minecraft oorlog starten met 200 kijkers. Oeh, wat spannend! We hebben hier het prachtige van het eiland, zo vredig als het maar kan. En we hebben hier het duistere Robin-eiland met een heel lelijk hoofd. Robin? Ja? Mijn jongen, mijn knul. Ben jij klaar om jouw team te vergezellen naar een oorlog? Nee. Oké, nou dat is helemaal prima, dan heb je pech, want we gaan beginnen. Ik ga voor jullie het platform weghalen. En dan is jullie bedoeling dat jullie gaan hakken. Probeer niet het landschap een beetje te verpesten. Dat zou ook zo zonde zijn, weet je. Want over 20 minuten gaan deze muur hier in het midden, die zal verdwijnen. En daardoor zal de oorlog eigenlijk beginnen. Ik krijg eerst 20 minuten om gewoon lekker een beetje jullie ding te doen. Er is genoeg ijzer, er is goud, er is kool. Er zijn zelfs diamonds beneden, jongens. Er is echt genoeg voor jullie om op te overleven. Robin is ook zijn team een pep talk waarschijnlijk aan het geven. Jongens, spring even als jullie er klaar voor zijn. Zijn jullie er klaar voor? Het is oorlog. Ik heb hollebollerop. Ik stel jou in als generaal, oké? Goed zo, jongens. Ik zie dat jullie er klaar voor zijn. Komt ie in 3, 2, 1. Oh, ja, jullie zijn begonnen. Oké, jongens. Begin met leven gewoon. Oh, ik zie nu al dat jullie waarschijnlijk niks kunnen hakken. Er is al iets fout. Mensen, we moeten hem gaan verslaan. Hoe gaan we dat doen? We gaan blokken verzamelen. We gaan een fort bouwen. Dingen verzamelen, ja? Dat gaan we doen. En als jullie dat niet doen, als jullie niet naar mij luisteren, dan gaan jullie dood. Als jullie naar Max toe gaan bouwen, gaan jullie dood. Kijk hem daar gluren. Kijk, allemaal even naar boven op die muur slaan. Allemaal even, hij staat daar boven, allemaal slaan. Hij is kwaadaardig, jongens. Kijk, zij hebben het slecht. Jongens, het ding is, wij hebben een vredig eiland. Jullie hebben het echt wel goed hier. Jullie zitten lekker gewoon vredig te zijn. Er is gras, er zijn bomen. En bij Robin, dat kan ik jullie vast verklappen. Bij Robin is alles chaotisch. Is het helemaal in lava en vuur en weet ik wat allemaal. Ik ga hier pickaxes droppen. Hier, jongens, ik ga pickaxes droppen. We gaan hakken. Oké, komt ie. Ik ga meer pickaxes en dan kunnen jullie gaan hakken, jongens. Hakken alsof jullie leven ervan afhangt. Robin is dingen aan het geven. Robin is tools aan het geven. Hij is het vals spelen, jongens. Wacht, daar gaan we wat tegen doen. Kom. Hij geeft allemaal ijzeren zwaardjes. Ik ga jullie ook allemaal ijzeren zwaardjes geven. Als je er eentje hebt, snel wegrennen. We gaan hem counteren. Ik ga nu ijzeren exen geven. Dan kunnen mensen gaan hout hakken zometeen. Oké, dan geef ik nu mensen shovels. Ga ik heel veel shovels weer geven. Oké, de rest moeten jullie maar zelf zorgen. Jongens, ik weet dat jullie lekker chaotisch met z'n allen hier aan het chillen waren. Oké, jongens, begin maar met hakken. Doe jullie ding. Begin de survival. Hakken, jongens. En gebruik die blokken goed. We gaan een hele muur om ons eiland heen doen. Een hele muur om ons eiland heen. Ga oors hakken. Ga weet ik veel wat. En val er niet vanaf. Dat is het belangrijkste. Kijk jongens, crafting table is gemaakt hier. Oh, daar ook. Craft snel dingen. Ga steen hakken. Ga. Kijk, mensen zijn al zelfs naar diamonds onderweg. Oh, wie is dit? Julian. Goed gedaan, Julian. Ik ben trots op je. Je bent lekker steen aan het hakken. Oké, jongens. Ik ga kisten neerzetten. Meer kisten. En dan ga ik mijn pickaxes droppen. In mijn hoofd ga ik pickaxes droppen, jongens. En hakken. Jullie kunnen het. Er zit nog niks in de kisten. Maar daar moeten jullie alles in gaan. Dus dan moeten er een paar mensen moeten echt gewoon zwaarden ook gaan maken. Kijk, iemand is hier al helemaal beneden, zie ik. Wie is hier beneden? Hallo meneer, wie ben jij? It's Tatum. Hallo Tatum, wat ben jij aan het doen? Hey, Tatum heeft diamonds gevonden. Yes! Ik zie dat jullie mijn hoofd prachtig verbouwd hebben ook. Het ziet er echt goed uit. Een vrijwillige. Wesseloni. Ach, kom jij eens hier. Wessel, wat is het? Wesselioni? Jij? Wessel? Ik wil jou undercover hebben aan de andere kant, oké? Ik ga jou naar rood toebrengen. En ik wil dat jij daar informatie op doet. Niet doodgaan, dus blijf shift dat mensen je nametag niet zien, want die is blauw. Blijf ten alle tijde shift inhouden zometeen. Ik wil niet dat je doodgaat, maar ik ga jou erheen brengen. En jij gaat even undercover, oké? Akkoord? Akkoord? Goed zo, ik ga je erheen brengen. Maar wij hebben natuurlijk lava, weet je? Wij zijn brutaal. Dus ik wil dat jullie lava gaan doen. Wacht, dit is het slechte eiland. Ik moet jullie dingen opdraven natuurlijk. Jij, Dr. Cannabis. Kijk eens aan, mijn vriend. Waar ben je, jongen? Kom hier. Buckets. Pak ze. Heel goed. Jij moet lava gaan verzamelen. Furnaces. Ik voorzie jullie van kool. Jullie hoeven geen kool te pakken, want dat gebruik ik voor jullie. En ik zet wat blast furnaces neer. Wow, wat zijn ze? Jongens! Oh mijn god, ze houden een echte fort. Wat zijn jullie aan het doen hier? Oké, wacht. Komt die Wesseloni? Shift inhouden. Kom, shift. Blijf shift inhouden. Shift blijf inhouden. Je bent in alle tijden een spion hier, oké? Goed zo. Je hebt zelfs een rode skin. Niemand die jou verdenkt. Niemand die je verdenkt, Wessel. Hier staat er wel echt mooi tussen. Maar ze hebben ook gewoon niet door dat je team blauw bent. Goed zo. Saboteer ze zelfs, oké? Ga ze saboteren. Ga gaten brengen. Lek toevoegen aan hun plan, oké? Hey Robin. Hallo. Hallo Robin. Hey, weg jij. Weg, Max is aan het spieken. Weg, hup. Ik doneer heel veel boommeel en saplings doneer ik in de donatiekist. Jongens, iemand moet het voor zich nemen om dat te fixen. Komt jij in de donatiekist? Gebruik het goed. Hier, jongens, achterin staan allemaal blast furnaces. Gebruik ze goed. Gebruik ze nuttig.
Hey, jij daar. Ik zit me hier te verstoppen, maar tijdens dat ik dat aan het doen ben, abonneer jij dan zeker eventjes op dit kanaal. Want we hebben veel abonnees, dus we willen er meer. En vergeet ook zeker niet te liken. We gaan voor die 4500 likes en dan gaan we koekjes opeten. En laat ook even een reactie achter van welk team je bent. Doei! Maar ja, Niels, kijk eens. Die krijg je zo meteen. Jij bent onze surprise attack, ja? Jij hebt iets. En jij krijgt ook pickaxes. Het spijt mij. Oké, jongens, voor de mensen die mijn hoofd weghakken, maak er een mooie vlag van. We hebben een vlag nodig. En die representeert wat wij betekenen hier. Ons volk betekent wel. Moet iets betekenen. We hebben een betekenis nodig. Anders leven we voor niks. Jongens, we moeten het wel overzichtelijk houden. Haal al die letters weg, want die letters die zijn helemaal slecht. Ik ga hier wat hout plaatsen. Komt-ie. Jongens, ik ga signs droppen. Dan kunnen jullie communiceren met me. Deel signs met elkaar. Ik drop er echt veel te veel, maar deel ze met elkaar. Zo kunnen jullie communiceren. Oh, jongens. We hebben iemand in full diamond armor. Iemand heeft alles voor zichzelf gehouden. Wat durf je? Je moet delen. Het is delen of de gevangenis in. Je moet delen met de rest. Dit mag niet. Ik heb geen hout, kan geen hout vinden, kan nu niks maken. Groetjes Lucky de Bouw. Weet je wat? Omdat je dat zo lief vraagt dan. Hier heb je heel veel hout. Oh, het wordt gelijk. Het is allemaal van je gestolen. Je hebt niks opgepakt. Ja, goed zo. Benut het, deel het met de rest. Verspreid het hout. Spread the love. Vlag. Oh, dit is de vlag. Is dit de vlag? Wat betekent het? Wat is de betekenis van de vlag? Spons en geel en winnen. Dat is ons motto. Spons en geel en winnen, jongens. Schreeuw het uit. Plaats het overal waar je kan. Spons en geel en winnen. Elke sign die je hebt, plaats het. Oké, jongens. Ik ga weer heel even spieken bij Wessel. Hoe staat het ervoor, Wessel? Leef je nog? Wow, jongens. Ze zijn ook een fort aan het bouwen. Jezus, ze maken al een hele trap hierheen. Oh, jongens. We hebben meer nodig. Jongens, jullie moeten opschieten met ons fort. Wessel! Hoe is het ermee? Heb je veel kunnen saboteren hier? Heb je kunnen saboteren? Ja, hè? Dat geloof ik dat je hebt kunnen saboteren. Je bent erg goed bezig. Shift in blijven houden, hè? Wil je best blijven doen. Goed zo. Mensen, ik ga heel even een beroep doen op wat PvP'ers. Ik wil goede PvP'ers hebben. En die wil ik bij mij hebben. Ik ga allemaal Cobble Deep slate. Ik wil dat mensen met Cobble Deep slate. Ik wil dat zij aan de voorkant een groot fort bouwen. En ik ga jullie ook yellow concrete geven. Om ons geel... Oh, ik heb rare blokken gegeven. Om ons geel landschap te verbeteren. Mensen met gele blokken moeten het landschap verbeteren. Mensen met deep slate bedoel ik. Die moeten het voortbouwen aan de voorkant. Maak een hoge muur. Maak trappen. Verzin het. Ja, je gaat er weer weg. Je bent niet goed. Ja, jullie zijn goed in PvP. Kijk eens, ik heb hier... ik heb hier wat goede mensen die denk ik misschien wel goed in PvP zijn. Er komt een rood focusflesje aan. Kijk eens. Oh, jeetje. Komen er nu al heel veel aan. Jeetje. IG en Teun. Oké. Ik ga iedereen hier eventjes een zwaard geven. En ik geef zo meteen wel meer zwaard hoor. Maar ik wilde dit gewoon heel even op deze manier doen. Ja, en doorlopen. En doorlopen. En doorlopen. En doorlopen. Oké, en dan mag je weer naar het midden, jongens. Midden van het eiland. En daar verder gaan. We moeten gaan minen. We moeten ons klaarmaken voor deze strijd. Oké, doe jullie ding nog heel even. Ik ga onderhandelingen starten met Robin. Want het gevecht gaat beginnen. Het is bijna tijd. Plaats die lava om ze af te schrikken, jongens. Hieronder. Dus zo, op deze manier. Zo. Hier, ik help jullie gewoon mee. Plaats die lava. Plaats die lava. Wij zijn de kleur van de lava. Robin. Nee. Nee. Wat ben jij aan het... Oh, jij geeft gewoon... Ik heb gewoon een paar lava buckets nee, en ik laat hun het doen. Weg. Lava buckets? Oh, ja. Jij kan helemaal geen lava hebben. Jij bent vredig. Wij zijn hels. Ja, maar kijk nee. Hoe echt jij aan het... Oh, jongens, maar het is tijd. Eens, extra buckets. Maar wat heb jij ze allemaal gegeven? Niet veel eigenlijk. Nee? Oh, ik heb ze op zich ook niet veel gegeven. Oh, maar... Wat? Ik zie bogen. Ja, maar die hebben ze zelf bemachtigd. Ik heb ze niet gegeven. Ze moesten het zelf maken. Ik heb ze niet gegeven. Nee, dat is serieus zo. Ik wat zo meteen aangaat is vuur damage. Dus je zal gaan lijden. Oké. Hey, laten we zeggen over een minuutje of twee gaat de muur weg. Ja. Okay, je moet prima. Terug naar je eigen mensen. Dat moet ik ook toegeven. Er is al, weet ik voor hoe lang, een infiltrant bij jou. Er is al heel lang een spion gaande. Al sinds het begin. Ik ga hem nu terugbrengen. Dankjewel, tot zo. Dat maakt niet uit. Wessel, je hebt goed... Je was een goede spion. Je mag shift loslaten. Je hebt goed je daad gedaan. Ik ga jou als beloning, geef ik jou. Je krijgt een diamond sword en een iron helmet. Oh, ik heb je 44 iron helmets gegeven. Oeps. Of nee, hoeveel heb ik je gegeven? Veel te veel. Nou, deel ze maar met de rest. Wesseloni heeft heel veel, jongens. Wessel heeft heel veel helmen. Ik heb per ongeluk te veel gegeven. Mensen, ik wil dat we allemaal verzamelen bij de voorste muur. Allemaal verzamelen bij de voorste muur. Dus kom allemaal naar voren, naar de voorste muur, richting de muur. Daar moeten we gaan verzamelen, want daar ga ik jullie de laatste spullen geven. Want we
moeten gaan winnen. Ik weet niet hoeveel Robin gegeven heeft aan zijn mensen. Ik weet niet hoeveel ik heb. Of het een beetje eerlijk is. Misschien dat het een heel oneerlijk gevecht gaat zijn. Maar voordat het gaat beginnen moet ik zeggen, jongens, ik ben trots op jullie. Jullie hebben allemaal een zwaard. Oh, pas op de lava. Pas op de lava, jongens. Want fire damage gaat zo meteen aan. Dan kan je damage krijgen door vuur. Wij gaan werken in een defense mode, oké? Okay? Wij gaan niet aanvallen. Wij gaan kijken wat hun doen. Want aanval is altijd slecht. Wij gaan gewoon goed verdedigen. Dat is het. Oké, daar gaat hij, jongens. De muur gaat weg in 3, 2, 1. Boom! Oké, jongens, de aanval is begonnen, maar blijf op je plek. Ga niet aanvallen. De muur is weg, jongens. De muur is weg. Blijf schieten, maar verspil je pijlen niet. Verspil je pijlen niet. Goed zo, Jan. Je bent goed bezig. Pak hem, Jan. Pak hooibaal daarboven. Ja! Volle hit! Volle hit! Goed zo, Jan. Jullie hebben al 2 mensen vermoord, jongens. Ik ben trots op jullie. 2 mensen hebben we uit. 3 cells. Goed zo. Oh, nee, Mr. Dean. We hebben onze eerste gevallen, man, jongens. Onze eerste soldaat is verloren. Fire resistance. Ik ga jullie fire resistance geven, jongens. Wij zijn dat team wat dat kan. Kom op, jongens. Wij kunnen tegen vuur. Zij kunnen dat niet. Jongens, ik denk dat we zijn een soort van aan het winnen, lijkt wel. Het lijkt wel alsof we al aan het winnen zijn. Maar let goed op wat jullie doen. Let goed op. Het kan gevaarlijk worden. Hey, Robin is gewoon potions aan het gooien. Oké, nou prima. Zij hebben geen pijlen boven. Robin mag potions gooien. Jelle, hoe staat het ervoor met het leger? Je hebt de lava. Dat is goed. Is het leger goed bezig volgens jou? Zijn we aan het winnen? Ja, we zijn aan het winnen. Hè? Goed zo. Dacht ik al. Oké, jongens. Weet je, start de aanval maar gewoon. We hebben ze goed genoeg beschadigd. Het is nu tijd om persoonlijk combat aan te gaan. Om te gaan vechten met het zwaard. Jongens, ze zijn hiervoor. Kom op. Vals aan. Vals aan. Oh, jongens. Dit gaat helemaal fout. Ik zie dit al helemaal fout gaan. Kom op, jongens. Kijk eens. Oh, nee. Oh, ja, je kan nog in de lava. Heel goed. Oh, nee. Goed zo, jongens. Er is... Nee! Nee! Iemand met best een goede armor die is dood. Lijke Bos best is ook dood. Jongens, pas op. Pas op met de aanval. Ik zei dat het gevaarlijk kan worden. We zijn 3 man verloren. Hey, jij daar. Wil je nou ook van deze prachtige Minecraft-servers voor je vrienden of ook van de Desert Events te hosten? Kijk dan zeker even op kaashosting.nl voor de beste Minecraft-servers. Ik moet een nieuwe infiltrant moeten kweken. Jongens, ze zijn binnen. Oh, ze zijn binnen, jongens. Kijk uit achter je nickname. Nickname achter je. Kijk uit. Oké, onterecht. Goed zo. Pak ze. Ja, goed zo. Ja. Pas op. Waarom spring je nou zelf in de lava? Wat doe je? Nee. Snel. Zoek een optie. Rennen. Rennen en rollen. Rennen en rollen. Springen, rennen, rollen. Goed zo. Blijven springen. Blijven springen. Goed zo. Goed zo. Oké. Goed zo. Hey Robin. Je bent aan het verliezen. Heb je door? Je bent aan het verliezen. Heb je door? Goed zo. Onterecht. Val ze aan. Nee. Je bent je mat kwijt. Onterecht. Je bent je vriend kwijt. Je soldaat. Pak er. Pak die lala heen hier. Oh nee. Ja. Goed zo. Sla ze. Doe nog de damage die je kan terwijl je nog leeft. Want je gaat 100% dood. Dit overleef je niet. Goed zo. Dat is 1. Pak er nog meer. Goed zo. Dat is 2. Wat een soldaat. Pak hem, Jekure. Yes. Heel goed. Heel goed, heel goed. Zelfverzekerd. Je komt zelfverzekerd over. Daardoor heb je iemand. Nee! Heel terecht. Man, je was wel echt een soldaat. Ik moet het toegeven. Jij hebt veel gedaan. Jij betekende veel voor dit leger. Kijk eens. Nu doen jullie het. Nu doen jullie het. Kijk, jullie kunnen het wel. Ah, jullie staan hierboven allemaal. Hier. Hier, die kunnen jullie krijgen. Kijk eens. Oh, wat goed, jongens. Oké, jongens. Keer even terug naar het eiland, zodra je kan. Maar blijf bij elkaar. Laat elkaar niet achter. Maar keer met z'n allen terug naar het eiland. We moeten weer heel even hergroeperen, als het kan. Keer even terug naar het fort. We moeten even een statusrapport doen. Maar als iemand alleen zit, laat hem alsjeblieft niet achter. We zijn mensen aan het verliezen. Kijk in de chat. Honkebonker NL, terug naar de aanval. Hier, Toasted Broccoli is ook dood. Jongens, het gaat de foute kant op. Snel, allemaal aan de aanval. Vrouwen en kinderen ook. Gebruik jullie lava, jongens. Gebruik de lava wat ons... team symboliseert. Jongens, heeft iemand een pijlenboog? Want dan wordt hier vanaf de zijkant naar jullie toegebouwd. Oh nee, trouwens. Oh nee. WE 2008 is dood. We hebben hier een maniak rondlopen. Watje, Wafje, help hem! Jongens, worden aangevallen van de zijkant. Iemand is in het fort. Hij heeft al 3 mensen vermoord. Schiet hem dood. Goed zo, dat is hem. Kijk eens, heel goed. Jongens, help elkaar, Dr. Cannabis. Kom op, pak hem. Pak die DQM. Kijk eens, heel goed, met z'n allen. Lekker. Kom op, jongens, pak hem. Ga erachteraan. Slaan. Heel goed. Jongens, er is heel hoog een gevecht gaande. En ik heb het gevoel dat we die niet aan het winnen zijn. Oh, mensen zijn onzichtbaar. Robin is mensen onzichtbaar aan het maken. Oh, de valspeler. Pak ze, ze zijn met schilden, maar jullie kunnen dit. Jullie kunnen dit. Jullie hebben toch geen fall damage. Kijk eens, heel goed. Werk samen. Lekker bezig, jongens. Hier, jullie krijgen nieuwe potions. Stukje voor stukje. Oh, ik zie hier een onzichtbare persoon. Ja, lekker, lekker. Oh, whisky soep, dat was jij, hè? YOLO Flexie, vlucht, dat wil je niet. Blijf bij de rest. Jongens, een hergroepeer. Niemand alleen laten, want het werkt niet, ze zijn onzichtbaar. Oh. Oké, jongens, dan heb ik een goed idee voor jullie. Ik ga jullie Splash Potion of Fire Assistance geven allemaal hier. Jullie kunnen tegen vuur, jongens. Jullie zijn vuur gestemd.
Kijk eens, er zijn er meerdere onzichtbaar. Jullie hebben me voor meerdere tegelijk gebruikt. Stop. Misschien moeten jullie... Oh, ze zijn hier beneden. Ze zijn hier beneden aan het vechten, jongens. Jullie moeten elkaar helpen. Oh, jongens, pas op. René heeft hulp nodig, jongens. René heeft hulp nodig. Achter je, René. Achter je. Vluchten. René, vlucht. Dit wil je niet. Dit zijn er te veel. René. Hier. Vlucht. René. Ren. Hey, ik heb hulp nodig. Assistentie. Goed zo. Goed zo, René. Pak hem. Ja, lekker, René. Pas op, René. Er zijn er meerdere. Ze zijn boven je ook. Ik denk dat je moet vluchten, René. Ik denk dat je dit gevecht niet wint. Nee, nee. Dat is niet voor jou. Oh, nee. Je hebt backup. Je hebt backup. Goed zo, jongens. Help, René. Waarom heb ik geteleporteerd? Dat is niet voor jou. Wat is niet voor mij? Jawel. Jij maakt ze onzichtbaar. Ja, jawel. Ik zag het. Jij maakt ze onzichtbaar. Dat is niet waar. Eén potion aan het begin gegeven. Echt? Oh. Ik ook. Ik ook. Robin, we gaan verder met het gevecht. Je bent zwak, zie ik nu al. Oh jongens, pas op. Er zijn er twee hier op de toren. De toren in het midden waar mijn hoofd ooit stond, daar zitten twee mensen in. Als jullie die met z'n allen kunnen aanvallen, dan kunnen die dood. Maar dan moeten jullie wel van boven. Oh, pas op. Hield ze makkelijk aangevallen. Goed zo jongens. We springen ze met z'n allen. Pas op, want zij hebben ook backup van boven. Wel met z'n allen gaan en niet alleen. Alleen heeft het geen zin. Goed zo. Juist. Pak die hooibaal. Pak die hooibaal. Geef ze geen kans. Pas op voor de lava. Er komt lava aan. Goed zo jongens. Hooibaal is dood. Jullie zijn goed bezig. Oh ja. Kijk uit jongens. IQM komt eraan. Pak hem met z'n allen. Heel goed. Heel goed gedaan, jongens. Kijk, maar ik denk dat dit zo wel bijna hun laatste groepje is die hier is. Waar is iedereen van ons team? Beneden hergroeperen heeft geen zin, jongens, hier beneden staan. Want dan hebben jullie, ze hebben dan de high ground. Ik ben echt wel benieuwd eigenlijk hoeveel we nog hebben. Maar ik denk dat het een beetje 50-50 gaat. Dus ik ben benieuwd hoe het gaat bij Max. Laten we even teruggaan naar Max. Goed zo, jullie hebben weer iemand. Goed zo. Ik wil alleen maar rode namen wegzien. Goed zo, Plopkoekjoch is ook weg. Blijf ze pakken, jongens. Blijf het gevecht winnen. Hé, hey, Zagazal staat hier, jongens. Ze staat de onzichtbare man te slaan. Kom op. Help hem. Help diegene, want anders gaat hij dood. Kijk, heel goed. Sla hem maar naar beneden. Juist, hier is het leger. Pak hem. Goed zo, juist. Hij heeft het overleefd, jongens. Hij is onder op het eiland. Maar laat hem maar. Laat hem maar eventjes. Het zou overbodig zijn om hem te volgen. Jongens, er is hier een gevecht gaande beneden. Maar jullie zijn hem aan het winnen. Kom op. Jullie zijn hem aan het winnen. Jullie hebben hem gehouden nummer. Jullie zijn met veel te veel. Goed zo. Volgens mij zijn ze een beetje aan het terugtrekken, hè, jongens. Ik denk dat we nu echt aan het winnen zijn. Er is al heel lang niemand van ons meer dood gegaan, jongens. Het gaat goed. Het gaat soepel. Het gaat subliem. Oh, en er is nu van iemand van ons dood. Waarom moest dat nou precies als ik dat zeg gebeuren? Heel goed, zelfverzekerd. Zo kom je goed over, inderdaad. Kom op, pak hem. Oh, lekker. Pak hem, Julian. Goed zo, Julian. Riccio heeft weer een kill. Die Riccio is ook echt een madman, hè. Kijk, goed zo, jongens. Pak ze. Oh, jongens, ze hebben hier... Oh, ze hebben jullie. Geef ze geen kans om te overleven. Dit ziet er goed uit. Juist. Juist. Pas op, Julian. Pas op, Julian. Het is gevaarlijk gevecht. Goed zo, jongens. Pak ze. Ze zijn dood. Dit overleven ze niet. Dit kunnen ze niet overleven. Zijn er nogal overlevers? Ze wouteren, Julian. Ja! Goed zo. Hierachter is er nog één. Yolo Flexie heeft hulp nodig. Juist. Juist. Sla ze tot moes. Kijk. We zijn langzaam de laatste restjes aan het afslachten, jongens. Langzaam... Oh, mijn god, Wouter en Jolofek zijn allebei dood. We zijn langzaam het ongedierte aan het verwijderen wat over is. Dit ziet er goed uit. Oh, jongens. Ik ben een beetje bang dat dit er bijna was. Hoe kan dat nou? Hoe kan het zo fout zijn gelopen? We gingen zo lekker. Oh, hier staat er nog eentje. Jee, Kure. Jij was wel goed, Jee, Kure. Oh, wacht. Daar staat er ook nog eentje. Fall damage gaat aan. Oeh, oké, jongens. Pas op. Robin gaat fall damage aanzetten. Als je dan ergens van afvalt, dan ben je dood. Nu kan je niet meer van hoge gedeeltes afspringen. Dan ga je gewoon weg dood, oké? Okay? Kijk dit bijvoorbeeld. Hoppakee. Fall damage is... Ja. Het count het gelijk voor Robin, maar het staat aan. Ik denk dat het weer tijd is om het eiland te verlaten, jongens. En naar hun eiland te gaan om weer aan te vallen. Iedereen zoeken en uitroeien, maar blijf wederom bij elkaar. Ga niet opsplitsen, want dan gaan we dood. Jongens, achter het kasteel hebben we hulp nodig. Snel, spring Kika Kansler, zoek naar beneden. Help hem. Juist. Jongens, blijf helpen. Blijf hem helpen. Er is iemand met full diamond armor, die moet uitgeschakeld worden. Die moet uitgeschakeld worden, die mag dit niet overleven. Goed zo, pak hem. Pak hem. Pas op, je kan hem slaan. Jullie kunnen hem slaan. Oh, nu niet meer. Goed zo, pak hem jongens, hij is onder jullie. Pampina is recht onder je, precies onder je. Ja, hij is gevallen. Pas op voor de fall damage. Hij is nu daaronder. Oh nee, René, het is... Oh ja, goed zo René. René heeft hem uitgeschakeld. Ik ben trots op je. Oh, we hebben twee van blauw weer dood. Kijk, dat zien we graag. Waar gaat het heen? Hoe kunnen we in één keer zo'n zwaar verlies leiden? Oh, dat zijn twee strijders. Jongens, help hem. Terug naar het eiland. Terug naar het eiland daar. Jullie zien hem bij Robin daar. Niet alleen, pas op dat je niet alleen gaat.
Oeh, pak hem jongens. Pak hem. Pak hem met z'n allen. Hij moet neer. Hij is veel te goed. Veel te groot. Schakel hem uit. Juist. Oké, dit is het moment. Juist met z'n allen. Hij maakt geen schijf van kans als jullie hem zo aanvallen. Hij moet rennen. Hij weet niet wat... Pas op voor de lava. Hij weet niet wat hem overkomt. Ja, dit zijn te veel mensen voor hem. Dit zijn er echt te veel. Juist, goed zo. Slaam. Juist, ja. Goed zo. Ja, nu hebben jullie hem. Nu kan hij geen kant op. Sla maar af. Hij zit hieronder. Hij zit hieronder, jongens. Bij het hout hier. Bij die warped fungus. Je kan hem pakken, maar het is wel een gevaarlijk iets. Want hij kan je dus zo afslaan. Dat is het hele ding. Eén iemand is er nu, jongens. Eén iemand is te weinig voor hem. Goed zo, Riccio. Ik heb meer mensen nodig. Meer mensen. Juist, kwak. Goed zo. Nu gaan. Zoek hem. Hij zit helemaal beneden. Ja, het enige wat ik hoor en zie is... Oh nee, jongens. Dit gaat niet goed. Ik zie nog maar één bondgenoot. Oké, jongens, pak hem. Pak hem. Ik wil kijken wat hier gebeurt. Hij zit in het doolhof. Juist! Jullie vallen hem aan. Goed zo. Het is een gevaarlijk gevecht. Hij is hier naar rechts gaan. Hierin. Die kant op. Pak hem, jongens. Wat een achtervolging. Hoe kan hij die guy zo goed overleven? Jullie kunnen het, jongens. Hij is veel te sterk. Ja, juist. Jullie hebben hem. Jullie hebben gezegevierd met z'n allen. Nu snel terug omhoog. Oh, Robin geeft zich over. Hij heeft de witte vlag op zijn hoofd, jongens. Robin geeft zich over. Allemaal omhoog. We hebben gewonnen, jongens. Ik wil alle overlevenden op het eiland hebben. Iedereen. Alles en iedereen bij elkaar hier. Op het zwarte platform dat we hier hebben. We hebben gewonnen, jongens. We hebben gewonnen. De oorlog is klaar. We hebben gezegevierd. Wat een goed gevecht, dames en jullie, jongens. Ik ben trots op iedereen. Laten we Robin er even bij halen. Robin, heb jij nog wat te zeggen tegen al jouw onderdanen? Nee. Nee? Jawel. Wat dan? Doe even speech voor ze. Jongens, ik wil even dat jullie opsplitsen in twee delen. Even blauw aan de ene kant en rood aan de andere kant. Ga even een beetje netjes informatie staan. Mensen, ik vind dat jullie hard hebben gestreden. Alsnog wil ik jullie bedanken. Wij zijn gewoon veel beter. We hebben misschien dit wel verloren, maar we houden de eer aan onszelf. Want zij zijn veel lelijker. Veel kleiner en veel dikker. Waardoor ze alsnog niks kunnen. Dus wij blijven beter. En als jullie daarmee eens zijn, wil ik dat jullie nu allemaal van de rand afspringen. Nou, ik moet wel zeggen, je team is het er wel heel erg mee eens. Spring! Een beetje verdeeld, maar grotendeels is het ermee eens. Jongens, voor jullie, wij zijn gewoon goed. We hebben gewoon gewonnen, we hebben gezegevierd. Ik wil een feestje hier. Ik wil dat we springen en dansen. En dan wil ik dat jullie er ook afspringen, want ik ben jullie eigenlijk pas zat. Kom maar, eraf. Kom maar. Oké. 1 en 2 met z'n allen hier. En springen. Oh, jullie luisteren niet naar mij? Nee, natuurlijk niet. Dank jullie wel voor het kijken naar deze chaotische video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Kijk nu lekker deze video, want dit is ook een leuke event. Gewoon kijken, anders heb je pech, want... Ik weet niet waarom je dat pech hebt, maar je moet gewoon kijken. En nu spreek ik laatst, graag alsjeblieft, tot de volgende keer.